Voor Monique Westerberg is kerst niet alleen maar gezelligheid, ook een emotionele tijd. Op eerste kerstdag bracht ze tijdens een wandeling met haar hondjes een bezoek aan een graf van een dierbare. Op het kiekje dat ze deelt via social media is niet te zien om welke dierbare het gaat. Wel laat ze weten dat het een groot gemis voor haar is. Op kerstavond genoot ze nog samen met haar vierjarige zoontje André Jr. Monique deelde meerdere kiekjes hun bijzondere avond. Zo tuigden het tweetal hun kerstboom op met heel veel lichtjes en mooie ballen en genoten ze samen van een drankje. Het einde van 2019 was een roerige periode voor Monique. Haar relatie met André Hazes liep na ruim 5 jaar op de klippen en André werd heel snel daarna verliefd op Bridget Maasland. Daarnaast overleed haar oma Corrie. Ondanks deze heftige tijd geniet Monique ontzettend van kerst en kan ze rekenen op haar familie om haar heen. Ook verloor Monique een jaar geleden in deze maand haar stiefmoeder Maria.